De politie heeft een 14-jarige jongen opgepakt wegens bedreiging en mishandeling van twee mannen. Afgelopen vrijdagavond was er een man uit Dordrecht die hier op de parkeerplaats van een voetbalvereniging in Dordrecht een afspraak had. Die had hij gemaakt via een datingapp, Grindr. Maar toen hij met zijn date hier het park inliep, doken ineens 15, 16 jongens op uit de bosjes die hem sloegen en schopten. Het slachtoffer heeft maandagavond aangifte gedaan. Hij maakt het naar omstandigheden goed. Zaterdag had een andere Dordtenaar een date via dezelfde app op de Dordtse Schenkeldijk. Ook hij werd belaagd, maar hij wist te ontkomen. Het COC Rotterdam-Rijnmond roept op om altijd melding te maken van homogeweld. Mensen zijn er toch vaak wat terughoudender in als blijkt dat er een incident is gebeurd via een app. Omdat daar toch af en toe al een beetje een taboe op heerst op afspreken via apps. Ja, nog niet zo lang geleden is Orlando gevonden na een date via zo'n app. Nu zijn er dus weer twee mannen die in elkaar geslagen worden. Of in elk geval mensen achter zich aankrijgen als ze gebruik maken van zo'n dating app. Is dat nog wel veilig om via die apps afspraken te maken? Nou, wij adviseren mensen sowieso altijd om op een publieke plek af te spreken. En eventueel mensen ook te laten weten waar je afspreekt. En eventueel zelfs met wie als je dat kan. En uiteindelijk blijven de gebruikers natuurlijk verantwoordelijk. Maar wees wel gewoon voorzichtig en bedenk goed, is het veilig en zou het op deze plek ook veilig kunnen zijn. De 14-jarige verdachte zit vast. De politie gaat ervan uit dat hij onderdeel is van een grotere groep en verwacht dan ook meer aanhoudingen.